ga vandaag op zoek bij Pieter Hof van Coasis en ik ben heel erg benieuwd naar zijn innovatie. Een manier ontwikkeld voor mensen die wonen in droge landen, die ook helemaal geen geld hebben, vaak nog geen elektrisch, om met onze Growbox, wat een intelligente emmer is die gemaakt is van oud papier, bomen te planten waarmee ze productie kunnen maken na een paar jaar, maar tegelijkertijd groenten te planten die in het eerste jaar ervoor zorgen dat ze te eten hebben en dat ze geld verdienen. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ik was vroeger een lelieveredelaar en ook een producent van bollen en een exporteur. Daardoor reisde ik over de hele wereld en kwam ik bij mijn klanten. En al die klanten gebruikten druppelbevloeiing. En iedereen klaagde erover dat hun grondwater ieder jaar omlaag ging. Dat komt omdat er minder regen inkomt dat zij er voor hun druppelbevloeiing uithaalden. En ik begon mij gewoon zorgen te maken over het water. En ik dacht, iemand zal een oplossing moeten bedenken waardoor we zuiniger met water omgaan. En die heeft u bedacht? Uiteindelijk zijn we geslaagd. Ja. We gebruiken zelfs meer dan 99% minder water in vergelijking met druppelbevloeiing. Pieter, we staan hier echt in een prachtige botanische tuin, een tevens testlocatie. Waarom? Wij willen heel graag heel dicht bij ons kantoor een plek hebben waar we de nieuwste prototypes kunnen testen op gebreken of op goede eigenschappen. Als we dat in andere landen moeten doen, dan wordt het erg kostbaar. Jullie hebben met Growasis de titel Nationaal Icoon 2016. Wat heeft dat jullie tot nu toe gebracht? Ja, onvoorstelbaar succes eigenlijk. Het is een bekroning van 13 jaar onderzoek, waar we super blij mee zijn. Maar voor andere mensen, of dat nu overheden zijn of bedrijven of particulieren, is het een soort van certificaat van echtheid. Dus die betrouwbaarheid die het uitstraalt omdat de Nederlandse overheid ernaar gekeken heeft, zorgt ervoor dat de deuren opengaan die vroeger niet open gingen. Dus we zijn er echt heel erg dankbaar voor. Wat een boeiend gesprek. Deze man heeft zoveel passie en hij wil echt de wereld mooier maken door bomen te planten. En ik geloof dat het hem gaat lukken.